Wel ja, ik denk op Monskou winnen is altijd moeilijk. Ja, het is dan nog een Europese wedstrijd, maar ik denk dat we het goed gedaan hebben. Eerste helft gelijk opgaand. Aanvallend twee sterke ploegen. Tweede helft hebben we de defense wat bijgeschroefd. Ze hebben de tweede helft nog 30 punten gemaakt en dat is de verdienste van de groep op het veld. En ik denk dat dat ook de winst bepaald heeft. Mons, je weet dat de coach wel wat gaat anticiperen op bepaalde zaken die we doen. Maar ik denk dat we dat goed opgelost hebben. We hebben de juiste spelers gevonden. In het begin was het Kyle, daarna hebben we andere spelers gevonden. Maar voor mij belangrijk is dat we de eerste helft 4 aanvallende rebounds geven aan Loof, tweede helft niet meer. En dat ze maar 30 punten maken. Dat is ook, heb ik ook gezegd, wij zijn de best scorende ploeg in de Score League. Wij scoren het meeste punten van allemaal. Als we nu dat extra in verdediging nog kunnen doen, dan kunnen we ver geraken, denk ik. Willen we ons kwalificeren, moeten we met 16 winnen. Ik ben al heel blij dat we vandaag gewonnen zijn. Dus we gaan niet voor niks naar Rusland. We gaan 1 om te winnen. En ja, we gaan zien. Ik weet dat dat veel is. Maar in basketbal is alles mogelijk. En ik denk dat we ook zelf niet slecht bezig zijn. En we zijn een ploeg die kan scoren. Dus 16 punten, ja, wie weet. Tot slot, hoe is het met Kyle Falk? Want had hij zijn voet omgeslagen? Hij heeft zijn voet omgeslagen. Ik even afwachten wat dat de kiné zegt. Ik denk dat hij hem nu aan het onderzoeken is. Ik weet niet. Ik hoop dat het niet te erg is natuurlijk.